Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef me alvast een duimpje omhoog als je denkt dat het leuk is. En veel plezier met kijken. Hoi! Vandaag is het zondag, links. En wij zijn... Tess heeft wel wedstrijd straks, maar we zijn dus op stap. Maar we hebben ook nog bij ons... daar. Ik hoop dat jullie er zien, want ik kan niet zoveel zien. Andere kant. Zo, dat is beter. Steef en Bonkie. Lieve, wel te verstaan. Want Steef moet natuurlijk gewoon nog steeds oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Wij gaan nu naar het surfmeer toe. En Tess gaat voor het eerst naar het surfmeer toe met haar pony. En ze is helemaal in de gloria. Nou, ik denk dat mijn pony, zal ik ook even nog kijken, maar ik denk dat ze het wel leuk vindt. Ja, gaat ze het leuk vinden? Ik ga het leuk vinden, maar ze gaat wel kijken van binnen haar. Ja, het is ook wel een beetje gek natuurlijk, hè. En Vroon, ondanks dat je het niet leuk vindt, ben je er toch weer bij. Bel de eerste kennismaking met wild water. Heel spannend. Oh, dan kan je drinken, denkt ze. Kijk maar uit dat ze niet gaan rollen in één keer. Lieve ook, Bonkie. Die is even kleine takjes aan het halen. Tess doet poging 2. Laat hem maar gewoon kijken, Tess. Tess. Laat hem maar gewoon kijken. Nou, anders moet je eraf gaan en er zelf in stappen. Zeg, anders moet je eraf gaan en er zelf in stappen. Maar dan moet je wel heel je laarzen doen. Laat hem maar gewoon kijken. Dat is ook prima. Lekkere Bel. Ze is aan het drinken. Ja, vrouw, jij kan ook, maar je durft ook niet, hè? Nee. Oh. Kijk, Lieve heeft het moment van haar leven. Zo lekker. Deze hoort niet, hoor. Ja, jawel, joh, dat is lekker. Ze moet gras eten. Dan? Vogelpoep, godverdamme. Tess is ondertussen eraf gestapt en die denkt, dan krijg ik er wel in. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dan moet ze er zelf in. Tess, je moet je laarzen schoonmaken hoor, als je erin gaat. Kan ik ze dan gewoon schoonmaken? Nou, dan ben je wel even bezig. Dan heb je zo meteen zijknatte laarzen. Hoe lang ben je bezig? Nou ja, je moet ze gewoon poetsen. Hoe lang? Eerst laten drogen en dan poetsen. Hoe lang? Kwartiertje? Je hebt zijknatte sokken, hè? En je moet zo meteen ook nog een wedstrijd rijden in die laarzen. Of heb je nog andere laars op stal? Kijk, Lieve doet het wel even voor. Ja, hier. Zo moet het. Nou, jij wel. Wel, die drinkt alleen maar. Want ze gaat, oh god. Kijk jij uit voor Steef? Ja. Die pony is niet gek hoor. We gaan niet. Nee, tuurlijk niet. Die heeft gewoon geen baan. Gek. En dan kan je ook niet op blote voeten doen. Zoals ze op je tenen staat, dan heb je gebroken voet. Laat dan maar joh, volgende keer. Alles hoeft niet vandaag. Ik weet het. Inmiddels loop ik alweer een tijdje voorop. Dat is dan ook wel weer grappig. En ze doet het echt hartstikke goed. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ze was wat weerstand in het begin. Maar Steef heeft er geduldig, doch. Hoe zeg je dat? Consequent er doorheen gehaald. Aan een touwtje. En dat ging eigenlijk wonderlijk goed. Dus voor de rest hebben we niet echt probleempjes meer gehad. Ik ben er blij mee. Wat zeg je allemaal? Ik heb meteen niet gegeven om het telefoon in te laten. Nee, ik doe mijn best. Wat ben je aan het doen? Legjes uitmaken. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al gemaakt. Ik ben nu weg naar 8. Voor dit een 9 en dit ben een 10. Steenflesjes. Ik ga 10 krijgen. Waarom doe je het eigenlijk? Tot wedstrijd. Welke? En dit is de eerste wedstrijd zonder tafel. Wat ga je rijden? De F4. De tafel zit al in de F5.
doorkijken. Ik ga zo opknoppen. En ik was helemaal deze elastiekjes aan het uitzoeken. Want over heel mijn poetstas liggen elastiekjes. Oh, die gaan we weer even schoonmaken. Dan maken we een deel 2. Nou, eigenlijk 2.0. Ja, ik heb zelf knoopjes gemaakt. Ze zijn niet allemaal gemaakt. Het zijn knoopjes. En je hebt ze zelf gemaakt. Ja. Dus dat is knap. Goed gedaan. Tess? Ja, ik heb al. Oh. Huh? Ik heb gezamenlijk gezopen voor die rijden. Spannend? Ja, een beetje. Waarom? Ja. Gewoon om te kopen dat je punten haalt. Wat gebeurt er als je je punten haalt? Dan heb ik een promotiepunt en dan kan ik met tafel met F5 gaan doen. En Donna natuurlijk. Ben je klaar voor, Bel? Na de enorme buitenrit. Ja. Ik heb een doos vest gezien, die wil ik nooit meer van mijn leven zien. Kijk, als die beugels nou ook zo dit hadden zo. Dat was toch een stuk makkelijker geweest. Dan dat het hier zo'n trappetje is. Zo. Toch? Misschien moet je eerst de hoofdstel in doen voordat je handschoenen aandoet, of niet? Ik wil het eerst mijn handschoenen doen. Zal ik het maar doen, anders word je handschoenen vies. Oké. Okay. Zie je, dat is een gaan we beginnen, Tess? A, X, C, binnenkomen in arbeidsdrag bij C op de linkerhand. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdrag bij C op de linkerhand. Bij C op de linkerhand. H, X, F van hand veranderen. H, X, F van hand veranderen. Ik ga vandaag samen met Vera rijden. En Bella is ook bijna jarig. En ik heb het net even gescoren bij hier. Bij haar beetjes. En hier. Alleen volgens mij is hier nog een klein beetje spannend. Ik heb net Bella haar hoefjes gelakt, alleen het heeft nu niet zoveel zin, want nu zijn ze bezand. En ik heb een mooie hengstenvlecht gemaakt. Ik heb ook een hengstenvlecht gemaakt en een klein vlecht. Oh. Het leuke aan allemaal meisjes met ponies is dat ze allemaal tegelijk kunnen rijden. Oh, hier beginnen we nu met, hoe zullen we dat noemen? Western rijden, denk ik. Dan hebben we Veertje en Jasmijn. Ja, die gaat Piaf rijden, dat is helemaal grappig. Kom maar dan. Laat maar zien, Veer. Laat maar zien. Kijk, die pony kan gewoon Piaf, jongens. Nog een keer. Gewoon omdat het kan, Veer. Show me. Hey, joh. Komt die Veer? Tirana denkt, ik kan dat wel, maar wat wil je nou? Ja. Knap hoor. Onze Veer zit in de F4, F5. F4, maar die kan gewoon de Piaf, jongens. En dan hebben we hier de Western dames. Oh, daar komt de Piaf pony in de Western style. En Dondertje daar, die kan dat natuurlijk altijd. Heerlijk toch? Goeie galop! Oh nee, toch niet. Even kijken hoor. Nee, even terug, Tess. Nee, moet wel een goede galop, Moppie. Nou ja, lekker aan het spelen in ieder geval. Oh, nu zijn ze met z'n drieën. Lijkt wel een soort carousel. Vieren.
jullie wel doorlopen, partij 2. Sectie 2, weet ik niet wat het heet, maar iets. Ja, je kan met vier ook gewoon carousel doen, toevallig. Oh. Oeh, dat is heel spannend. Bijna. Nou, en dat zonder oefening. Ze gaan niet in galop doen. Kijk jullie uit. Nou, het ziet er in ieder geval spannend uit, dames. En mijn brug voor jumping en die is nu gewoon altijd open. En vooral vindt de laan natuurlijk hartstikke spannend. Maar nu kunnen we over de brug en nu lopen we gewoon hier in het weiland. Dat is gewoon buiten de manege. Ze vinden dat nog steeds niet echt ontspannend of zo. Maar ze doen het wel. En ze loopt ook gewoon door. Dus in die zin, ik zeg eerst hoop. Maar ja, het zal nog wel een hele weg zijn. Want ze is echt van alles. Ze gaat een beetje naar eend daar. En dan is het gelijk weer een eend. Maar voor de rest, ja. Ik moet zeggen, fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Dus ik ben er blij mee. Maakt nu zelfs een tweede rondje. Ja, ik vind het knap, het paard hoor. Dus wie weet wordt het ooit nog een buitenrit paard. Nou, dat weet ik niet, maar ze doet het wel. Dus ik ben trots op haar. Een geluksmomentje, echt niet te filmen zo gaaf. We zijn bij de plas. Check dit. Echte, heb ze gewoon gedaan. Ja, nu staat ze wel weer even stil, maar ik ruim zo eerst wel mijn camera op. Maar met veel geduld zijn we dus helemaal vanaf de brug hierheen gekomen. Nou, ik ben helemaal onder de indruk paard. Paard ook van zichzelf. Ja. Een brave pony. Kom maar. Zullen we het proberen? Kom maar. En gewoon stappen zo. Kijk dan. Woehoe. Ik kan je vertellen, veel gelukkiger kan ik niet worden. Want ik ben toch echt wel een ruiter die van buiten rijden houdt. Heerlijk dit. Echt. Echt blij. Super paard. Nou, vanaf het bankje daar. Ja, dat kunnen jullie nu niet zien. Is ons Tessetje gekomen. Die belde me. Waar ben je? Nou, ik ben met de plas in mijn uppie. En nu zijn we dus. Ja, het is echt cool dit, hè. Dus dit was onze allereerste. Nou, niet rondje om de plas, maar een rondje buiten om de manege. Ja. Met Veroontje. Joehoe. Nou, dit vindt ze dan wel weer onwijs spannend. Ik heb geen idee waarom. Nee, laat maar los, laat maar los. Liever niet dat, ik wil liever dat ze het gewoon zelf doet. Hier zijn de veulens. Ook altijd leuk. En nu denkt ze, oh, ik ben bijna thuis. Dat is toch knap van een paard. Ja. Veuletjes lekker op de wei. Eerst dat je helemaal van de stal niet eens naar de bak kon lopen. Nee. En dan nu dit. Een rondje buiten om de manege. En we hebben er nu 2,5 jaar. Ja, we hebben er wel, ik heb er wel heel, heel, heel lang over gedaan. Maar het is wel gelukt. Ja. Geduld is een schone zaak. Ja, ik heb ook niet altijd zoveel geduld hoor. Het is wel echt heel fijn. Ja. Dus misschien dat we ooit nog eens gewoon samen naar buiten kunnen, Veroon. Heerlijk. Dat heb ik steeds naar het strand kunnen. Ja, dat is sowieso, ja, dat lukt wel, want dan kan ze nergens heen. Ja. Maar het is fijner als ze het gewoon fijn vindt. Ja. Woensdag. En we zijn weer in Teteringen. Kim is al op haar ponnetje. Dus die krijgt zo meteen lekker les. Tess is zich aan het aankleden. Chris vindt het lekker buiten. En Bel, ik vind, ja, ik denk wel dat je deze gewoon af moet doen, Tess. Dit ga je niet gebruiken. Het staat er mooi bij. Nee, dat gaan we, nee, dat gaat er gewoon af. Gaat er af, pony? Ja. Ja, echt wel. Je kijkt altijd eerst, hè? Eventjes kijken, hè, voor de OOC. En waar kijk je dan naar? Nou, naar of dat allemaal regelmatig is, zou we zien. Daar beginnen we altijd mee, hè. Als het niet regelmatig is, dan moeten we even kijken waar daar aan ligt. En als ze kreupel zijn, dan moeten we stoppen. Maar hij is mooi regelmatig. Oké, dus je controleert eigenlijk gewoon eerst het paard. Ja. En hij mag niet meer eten krijgen.
Echt waar? Ja. Waar dan? Van zijn staart? Ja, hij is heel mooi voorwaarts en hij is heel mooi naar beneden. Dat is al een goed begin. Ja, zo mag hij echt naar beneden hoor. Dat is prima. Keurig. Direct afwenden op midden van de korte zijde en kijken dat hij zo over de middenlijn wil stappen. Prima. En dan echt de punt pakken. Letters hebben we hier niet, dus dan moet je met boompjes werken en met palen en met gras. Gewoon kijken waar je heen stapt. En daar wil je uitkomen. Ja, zo mooi actief. Heel klein beetje ronder nog, klein tikje. Beetje been, juist, goed zo. Ja, met die net zo mooi, zo is die mooi door de nek. Dan mag jij zelf uitzoeken. Als die maar die kant op gaat die jij wil. Of dat je een vraag hebt. Ja. Of een opmerking. Of commentaar. Feedback noemen we dat. Feedback. Nou. Geen feedback? Nee. Nou. Hij ook niet volgens mij. Hè? Best wel netjes dacht ik, of niet? Ja. Ja. Hij gaat, in het begin gaat hij mooi naar beneden, hè? Ja. Bij het losrijden. Ja, en dan gaat hij best mooi aan dit met momenten dat hij heel fijn nagevelijk is. Rechtse galop is ietsje moeilijker om dan nagevelijk te houden. Gewoon lekker actief houden. Dat is ook mijn rare hand. Dat is jouw rare hand? Ja. Eens kijken. Eens kijken die hand. Mijn rechterhand is, kan ik meer mee. Oh, is het hem dat? Ja. Ben jij rechts met schrijven? Ja. Dan moet je, als je nou... hetzelfde wil als wat je van je pony eist, dus dat hij het aan twee kanten gelijk doet, moet je ook leren twee kanten te schrijven. Ja. En rechts en links. Kan je dat? Ja, dan is het eerlijk. Ja, maar kan jij het? Ja. Echt? Ja, tuurlijk. Je kan links en rechts schrijven? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Ik vraag het. Ik denk het van mijn paard, dus dan moet ik het zelf... Echt hoor? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja. Alleen zijn we wel heel lelijk. Dat is een ander verhaal. Nou, dan ga ik oefenen. Die heeft het in de gaten. Ja. Ja. Okay. Dus wij willen van paarden dat ze rechts en links alles gelijk doen. En dan... En wij zouden maar met één hand kunnen schrijven, links of rechts. Dat is niet eerlijk, hè? Maar dat ken jij volgende week, dan kun jij ook links schrijven, ook, denk ik. Uh-huh. Komt er nog niet zo overtuigend uit, maar... Ik ga het oefenen. Ga het maar eens oefenen. Ja. Nou, dan ga ik het controleren. Nee. En dan... Dan moet je de naam met je linkerhand van je pony opschrijven. En als je dat netjes kunt met je linkerhand, heb je goed geoefend. Oké. Okay. Ja? Ja. Afgesproken? Afgesproken. Oké, gaan we kijken. Maar verder is niks te melden. Nee? Goed. Nee. Nou, mijn volgende leerling die is er vast afgestapt. Ik zit het niet meer zitten. Die heeft er ook zin in. Dat is die houding alleen al. Ja. Ja. Nou, doe maar eventjes een elastiek erin, schat. Ik ga een staartje maken. En ik leg je een staartje. Ik vind het allemaal goed. Durf je dat niet? Nee. Dan moet je dat leren. Kom maar eens heel, heel bescheiden aanstappen. Nou, je hebt je houding goed verbeterd, dat moet ik zeggen. Het ging over de voortgang. Nou, die is wel gemaakt. Komt niet meer goed. Hè? Kijk, nou. Nee, niet eten, niet eten. Ik weet niet wat het is, maar ik wil gewoon niet dat ze eet. Nee, dat mogen ze niet eten. Nou, heb je nog iets te vertellen van tevoren? Hoe gaat het? Goed. Goed? Ze zeggen eindelijk op mijn proefjes niet meer dat ik een brutale pony heb. Een brutale pony? Hebben ze wel eens gezegd dan? Ja. Aha. Ze hebben twee keer gezegd en toen nooit meer. En toen nooit meer. Pony. Nou, hij ziet er niet zo goed uit. Ja. Ja, keurig. Nou, die is ook op dieet hoor. Is hij op dieet? Maar hij ziet er mooi uit. Ja, zoals van het gras in één keer op. Ook vol. Dan ja. Ineens zo oompa loompa. Nou, dan gaan we maar eens mooi in de hoeslag stappen, dame. Oh jee. Oh jee, dan gaan we weer beginnen. Maar ik heb wel geoefend met stilstaan, want ik kan nu... Ja, oké. Okay. Kijk. Nou, we zullen eens even kijken.
Ja, ik zie het. En nog hoop te oefenen. Dat moet je niet doen. Ja. Ah, hartstikke mooi. Hij staat nou stil. Ik heb daar net 2 minuten stil gestaan. Dat is al een heel eind. Voor niet, blijf stilstaan. Goed zo, dan gaan we stappen. Hij luistert veel te goed als hij stil staat. Goed zo, en gaan we een rondje stappen zonder dat hij van de hoefslag afkomt. Oké, okay, dan beginnen we bij die plant. Ja, ik hou de plant in de gaten. Bij die groene plant. Dan gaan we direct bij X een overgang maken naar de draf. En proberen we heel mooi rond te rijden in 1 ritme weer. He, wat de jury zei dat je goed deed, ga je nou weer laten zien dat je dat nog steeds kunt. En zo je handen mooi voor het zadel. Dat hij mooi 1 gelijkmatig tempo draaft. Dit is al een prima tempo. Ja, en probeer dit zomaar mooi vol te houden. Hij hoeft niet anders te doen dan zo. Dat is heel netjes. Dat is keurig netjes. Ja, dat mag. Juist. Lekker laten proesten. En dit tempo zo mooi houden. Waarom vindt ze eigenlijk de rechtergelot moeilijker dan de linker? Ja. Welke hand kun jij het beste schrijven? Rechts. Rechts. Nou, dan moet jij eens proberen links net zo mooi te schrijven als rechts. Waarom denk jij dat rechts makkelijker is dan links? Omdat ik daar altijd al mee heb. Ja, en waarom denk je dat je dat altijd hebt gedaan? Omdat dat... makkelijker is? Juist. Nou, en dat is met galopperen ook vaak zo. Vooral met jonge ponies. Ja, nou... ja, maar niet iedereen is hetzelfde, hè? Dus dat is met mensen zo, maar met ponies en paarden ook. En hij heeft een beetje moeite met de rechtergalop. Hij kan het wel. En als je erin zit, houdt hij het ook makkelijk vol. En dat komt ook wel goed. Dat duurt wel een tijdje. Maar wat je dus nou heel goed gedaan hebt, vind ik. Als hij dus verkeerd aanspringt, dan voel je dat zelf al. Ja, eigenlijk nog niet. Niet helemaal? Nou, dat lijkt dan. Als je meestal een beetje stil blijft. Ja. En wel, die springt gewoon meestal een verkeerde galop aan. Dan denk ik, nee, dat is niet goed. Dus ik zeg meestal gewoon nee. Ja, nee. Dan kok je het een beetje. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook normaal. Maar je probeert erop te letten dat je verschil voelt op een gegeven moment. Maar komt, ik kon eerst ook niet dat die verschil zien tussen licht rijden. Nee, en nou wel. Met galop is echt nog lastiger. Nog lastiger, maar dat komt ook. Dat gaat niet helemaal vanzelf, maar dat gaat ook goed komen. Wat je dus goed doet, is als je het fout doet, dat je niet ongeduldig wordt. En dat je hem iedere keer weer fijn laat raven en dat je wacht dat je in een hoek bent voordat je weer gaat galopperen. Dus niet op de rechte lijn, omdat die fout zit. Gauw op de rechte lijn zo weer maar aan galopperen. Ja. Zit die fout, voelen dat hij weer netjes draaft, wacht tot de hoek. De hulpen zijn binnenbeen op de singel aandrukken en buitenbeen een beetje terugleggen. Mooi recht blijven zitten. En voor de rest moet je het dan doen. Ja, en als jij het geduld hebt, wat je vandaag heel goed had. Ja, nou, ik begin steeds beter het geduld te hebben. Ja, nou, dat zeg ik. En dat is heel belangrijk, want dan blijf je het vertrouwen houden. Dan gaat hij niet spannen. En als hij gaat spannen, dan heb je helemaal geen kans dat hij het goed gaat doen. Maar hij bleef heel mooi ontspannen. En dan, op een gegeven moment begreep je het, springt hij aan. En dan hou je het als kan eventjes vol de galop. Snap je? Waarom? Ja. Dan kan hij die beweging trainen. Want als je altijd in de linker galop aanspringt en hij blijft links galopperen, ja, dan is dat heel moeilijk om dat rechts makkelijk te maken. Maar zit je er dan in, dan hou je het maar even langer vol. Ja. Deed hij heel lang nou. En ik vond dat hij heel fijn galopperen rechts. Toen je erin zat, was het ook heel goed. Dus wat heb je goed gedaan? Je bent niet ongeduldig geworden. Je hebt je handen mooi voor het zadel gehouden. Hij bleef mooi in balans draven. En toen sprong je op een gegeven moment goed aan. Ja, en dan ben je tevreden. En daar moet je maar rekening houden dat het nog wel eventjes duurt eer dat helemaal niet meer voorkomt. Ja. En wat is eventjes? Eventjes, dat is een jaartje. Oké, nou, succes. Dankjewel. Vandaag gaan we naar... de Bosch Horstrucks, yay! En wat gaan we doen? En wat gaan we daar doen? We zijn uitgenodigd om uitleg te krijgen over trailers. Spannend. We zijn er, Tess. Ben je er klaar voor? Ja.
Goed zo. Ja, dan moet je niet gaan huppelen. Gek kind. Wat is de totale lengte in de trailer? Hoe breed is hij? Ik heb hier alles opgezet. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vooral niet vergeten om hier beneden te abonneren. En Alice, wat zeg jij dan? Tot de volgende keer!